ik ben in 2010 gedebuteerd met de vernietiging van Prosper Morel. Bij deze fantastische redacteur die hier nu met haar rug naar ons toe staat. Van Querido. De uitgeverij met die fucking lekkere geile Q op de rug van de boeken. Ja, en sindsdien daar al mijn boeken gepubliceerd. Wat zou ik jonge schrijvers willen aanraden? Begin er alsjeblieft niet aan. De kans is zo groot dat je een of ander kankerboek schrijft dat slecht geschreven is. Dat over, ach, de jonge mensen die naar de grote stad komen en die daar hun coming of age beleven. Alsjeblieft, begin er niet aan. Maar heb je iets over een man in een rood pak, zoals daar, ik noem maar wat. Het kan zomaar gebeuren. Schrijf iets bizars, schrijf iets moois, schrijf iets wat niet aan de realiteit voldoet, want de realiteit kennen we allemaal al, godverdomme. Dus waarom zou je die nog een keertje beschrijven? Doe het niet, begin niet aan de realiteit, schrijf vanuit je fantasie.